Hoi allemaal, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb eindelijk weer een keer een video voor jullie en ik ben echt super blij dat ik dit nu opneem. Ik heb nu vakantie, dus ik kan lekker even video's opnemen en dat vind ik echt heel erg fijn, want ik heb het echt ontzettend gemist. Maar ja, het is als ik school heb gewoon zo druk, dan heb ik daar gewoon echt geen tijd voor. Ik heb vandaag een herfst shoplog voor jullie. En het is super grappig dat ik dit nu zeg, want het is buiten letterlijk 26 graden. Ik weet niet wat er met Nederland aan de hand is, maar dit is niet oké. Ik heb het ook bloedheet, zal ik jullie vertellen. Ik heb de afgelopen tijd best wel veel geshopt en ook wat dingetjes gekregen van bedrijven. En dat heb ik nu allemaal verzameld, zodat ik dat aan jullie kan laten zien. Het zijn dus een paar dingen die ik zelf heb gekocht en een paar dingen die ik heb ontvangen. Ik zal dat natuurlijk altijd duidelijk aangeven en altijd mijn eerlijke mening geven. Dus wees daar maar niet bang voor. Als je iets aan mijn stem hoort, ik ben een beetje moe. Nu begin je het ook gewoon aan mijn stem te horen dat ik echt moe ben en dat ik echt toe was aan vakantie. Dus daarom ben ik een heel klein beetje hees, maar luister daar doorheen. Oké, laten we beginnen met de dingetjes die ik bij de Bershka heb gekocht. Ik ben de laatste tijd super obsessed met de Bershka. Ik weet niet waarom, maar ik ben gewoon echt verliefd op die winkels. Ze hebben zoveel leuke dingen en ik word er zo blij van. En ik geef veel te veel geld uit. Maar goed, maakt niet uit. Het eerste wat ik bij de Bershka heb gekocht is deze flared broek. Hij is zwart en het is gewoon jeans en hij is high waist. En ik ben hier gewoon echt super blij mee. Want ik heb altijd struggles met flared broeken. Want ze zijn gewoon echt letterlijk altijd te lang. Deze die was eindelijk een keertje niet te lang. En daar was ik gewoon zo blij mee. Ik heb hem wel gedragen. Al 2 of 3 keer. Maar ik ben echt helemaal verliefd. Ik vind het zo leuk. En het is gewoon zo makkelijk te combineren. En ja, ik ben hier gewoon echt super, super blij mee. Ik heb deze gekocht voor 30 euro. Het volgende wat ik bij de Bershka heb gekocht is deze super, super, super mooie top. Ik ben hier echt oprecht verliefd op. Het was helemaal niet de bedoeling dat ik dit zou kopen. Ik had het helemaal niet bedacht, maar ik zag hem en ik had hem gepast. En ik was gewoon helemaal verliefd. Dit komt altijd van pas, want ik doe gewoon een studie waar je gewoon concertjes hebt en zo. Dus je hebt altijd wel nette kleding nodig. Ik ben er zo blij mee. Hij heeft een open rug. Wat echt super mooi is. Hij zit hier vast met een strik. Nou, het is gewoon echt een prachtige top. En ik ben hier gewoon echt heel erg blij mee. En deze die heb ik gekocht voor 25 euro. Het volgende wat ik bij de Bershka heb gekocht is deze trui. En ik vond deze gewoon heel erg leuk. Ik ben sowieso de laatste tijd echt heel erg van de rood. Ik vind dat gewoon heel erg leuk om te dragen. En het staat gewoon mooi, vind ik. Dus ja, ik heb heel wat rode items nu in mijn kast wel, moet ik zeggen. Ik heb deze gekocht voor echt maar een tientje. Wat natuurlijk ook echt helemaal niks is. Dus ja, ik kon hem gewoon niet laten liggen. Zeker niet voor 10 euro. En dan het laatste item wat ik bij de Bershka heb gekocht. Ben ik echt super blij mee. Ik heb dit ook op Instagram gezet. En ik kreeg zoveel vragen waar ik hem vandaan heb. Maar hij komt dus van de Bershka. Dat is dit geweldige pak. Het is gewoon een spijkerpak. En ik ben hier zo verliefd op. Ik moet zeggen, als ik hem aan heb, voel ik me wel een beetje een schilder of whatever. Maar weet je, het is gewoon, ik vind het zo leuk. En ik voel me er gewoon zo chill in. Ik vind het echt helemaal de shit. Ik ben hier gewoon echt verliefd op. En ik ben super blij dat ik deze heb gescoord. Hij kostte 40 euro, wat ik echt oprecht een prima prijs vindt voor dit. Want ik heb ook echt dit soort pakken gezien voor 80 euro. En dat vind ik gewoon echt te duur. Maar voor 40 kon ik hem echt niet laten liggen. Oké, en dan heb ik ook nog een nieuw paar schoenen gekocht bij de Van Haren. En dat zijn deze super leuke laarsjes. Ik was hier gewoon naar op zoek. Want ik had niet echt schoenen met een hak. En ik wilde dat gewoon graag. Maar dan wel gewoon casual. Iets waar ik gewoon elke dag op zou kunnen lopen. En toen heb ik deze gekocht, want ja, dit is gewoon de perfecte hak ook. Niet te groot. En daar hou ik ook gewoon niet van, want ik ben eigenlijk niet echt een hakkenpersoon. Maar het is wel gewoon heel handig om dit in je kast te hebben, want het past gewoon overal bij. En het is gewoon handig om circulaarsjes te hebben. En die heb ik gekocht voor 28 euro. Ze waren wel in de sale, want er was toen een actie toen ik deze gekocht. Dus toen was er 20% korting op de hele winkel. Dus ja, normaal waren ze 35 geloof ik en ik heb ze dan voor 28. Dus dat is helemaal fijn. Oké, en dan heb ik ook nog wat items bij de Primark gekocht. Dit keer echt niet veel. Vond het gewoon niet heel boeiend en
ja, het was gewoon... Ze hadden wel leuke dingen, maar het was allemaal niet dat ik dacht van... Wauw, dit moet ik echt hebben. Het eerste is deze mom jeans. En ik heb al 2 van dit soort broeken. Maar ik vind deze broeken zo ontzettend chill. Echt, dit is echt mijn grootste tip ever bij de Primark. Ik had namelijk eerst mom jeans van de Topshop. Die zijn ook echt geweldig. Die zijn echt heel, heel chill. En die zitten echt heel mooi. Maar die kosten wel €55. Wat gewoon niet mega goedkoop is voor een broek. En deze broeken die kosten letterlijk €17. En ik vind ze oprecht bijna net zo chill als die van de Topshop. Ik had deze dus al in een lichtere jeans en in het wit. En nu heb ik hem ook in een iets donkerdere versie gekocht. Ook in een maatje kleiner dan wat ik eerst had. Want ja, ik ben gewoon een beetje afgevallen denk ik. Want het is gewoon te groot, die andere. Ik ben echt heel erg blij mee, maar dit is echt een hele grote tip. Het zijn de straight jeans bij de Primark. Ze zijn echt mega chill. Dan heb ik een super chille kooltrui gekocht bij de Primark. Echt voor €8, wat natuurlijk echt geen geld is. Het is gewoon een strak kooltruitje in het rood. En ik vond deze gewoon heel erg chill. En ik hou heel erg veel van kooltruien. Ik draag die gewoon heel erg veel in de winter. Ik heb hem in de maat XS. Dus ze stretchen lekker. Dus ja, dat is ook altijd chill. Het laatste van de Primark, deze heb ik ook al gedragen. Ik heb een lekker tuinpakje gekocht bij de Primark. En deze zit zo lekker. Ik heb hem al gedragen. Ik kreeg er super veel complimentjes over. En hij zit gewoon heel erg lekker. En ik ben hier echt mega blij mee. En deze die kostte €21. Oké, dat waren alle items wat ik zelf heb gekocht. En dan heb ik dus ook nog wat items mogen ontvangen. En ik ga beginnen met de items van Goods & Gusto. Ik heb echt een super groot pakketje van hun mogen ontvangen. Echt super lief. Ik kreeg een e-mailtje of ik wat items wilde uitzoeken. En dat leek me heel erg leuk. Ik heb een selectie mogen maken van 10 items. En zij hebben daar een pakketje van gemaakt. Dus ik heb zelf ook geen idee wat erin zit. Ik had het gisteren al geopend en toen zag ik dat het zo leuk ingepakt was. En toen dacht ik, nee Pam, je moet het echt voor de video bewaren. Dus ik weet nog niet wat erin zit. Maar kijk even hoe leuk dit ingepakt zit. Dat is toch te leuk met al die stickertjes. En ik vind het gewoon echt leuk dat ze het zo inpakken. Want dan is het echt een extra verrassing of zo. Nou ja, tenzij je natuurlijk al weet wat je hebt besteld. Maar voor mij is het echt een verrassing nu. Het eerste wat ik zie is dit leuke bruine petje. En ik hou echt van dit soort petjes. Ik heb er ook echt al best wel veel. Maar ik vind het gewoon zo leuk. Vooral in de herfst en in de winter is het ook gewoon heel erg chill. Want het houdt toch je hoofd warm. Maar hoe leuk is deze? Die kleur. En het model. Echt heel erg nice. Volgende is een broek volgens mij. Ik herken hem alweer. En dat is deze broek. Het is een lekker streepjesbroekje. Lekker wijdvallend volgens mij. Echt zo'n lekker broekje. En hier ben ik echt heel erg blij mee. Ik heb ooit al een beetje zo'n broek gehad. Maar die was toen een beetje lelijk geworden. En die heb ik weggedaan. Ondanks dat ik hem echt super leuk vond. Ik hoop heel erg dat hij goed zit. Want ik vind dit echt heel erg leuk. Ga ik sowieso echt met heel veel plezier dragen. Oké, het volgende item vind ik ook echt nu al helemaal geweldig. Oh mijn god. Dat is deze trui. Hoe leuk is die? Hij heeft een kool. Wel echt een hele grote kool. Ja, dit vind ik helemaal leuk. I love it. Hier word ik helemaal blij van. Ik vind het nu ook echt vervelend dat het 26 graden is. Want dan kan ik dit dus allemaal nu niet aan. Wanneer wordt het nou echt herfst? Ik wil gewoon herfst nu. En dan als laatste heb ik nog een jurkje. En ik was bijna vergeten dat ik deze had besteld. Deze vind ik ook echt super cute. Het is een beetje een off-white jurkje. En ja, hij is gewoon heel erg cute. Ik moet wel even kijken hoe ik dit ga combineren. Want ik weet niet of dit... Kan dit met een panty? Met gewoon een zwarte panty? Maar goed, hij is wel echt heel erg cute. Ik ben echt super benieuwd hoe deze gaat staan. Ik ben heel erg benieuwd. Oké, en dan zit er nog iets in de tas. En ik denk dat dat schoenen zijn. Want dit zit namelijk ingepakt in een doos. Dus ik denk dat dit schoenen zijn. Ik ben heel erg benieuwd welke. Want ik heb 2 paar schoenen opgegeven. Dus ik ben heel erg benieuwd welke ze gaan geven. Ik hou er echt van om schoenen te krijgen. Daar ben ik echt helemaal blij van. In een doosje. Ja, het zijn de zwarte. Yes. Oh, love it. Superleuk. Hier met een ritje aan de voorkant. Ik hou zo van dit soort laarsjes. Ik leef echt op dit soort laarsjes in de,
in de herfst en in de winter. Ik kan ook oprecht gewoon niet genoeg laarsjes hebben. Ik word hier gewoon zo gelukkig van. Super blij mee. Oh. Ik zal er trouwens even voor zorgen dat ik alle linkjes in de beschrijving zet. Ook van de Bershka. Van de Primark kan natuurlijk niet. Maar de Bershka kan ik alle items waarschijnlijk gewoon vinden. Dus in de beschrijving zet ik alle linkjes neer. Oké, en dan zijn we bij de laatste vier items aangekomen. En dat is van Naked. Daar heb ik ook weer wat van mogen ontvangen. En dat heb ik al vaker gehad. En Naked is gewoon een super, super leuke website. En ik heb ook, zoals altijd, weer een kortingscode voor jullie. En dit keer is de code PamelaCruz15. En daarmee krijg je 15% korting op de items van Naked. Het eerste wat ik heb ontvangen is deze broek. En dit is een paperback broek. Zit hierboven een lintje waar je het mee vastmaakt. En het is echt een super chille broek. Ik heb hem gisteren aangehad. Zit best wel high waist en valt best wel losjes. Maar wel mooi en moeilijk uit te leggen. Maar het is echt een super chille broek. En ik ben hier echt heel, heel, heel erg blij mee. Het volgende item is deze witte trui. En hier ben ik ook heel erg blij mee. Want ik vind dit gewoon heel erg leuk voor in de winter en in de herfst. En ik moet zeggen, ik had ook nog niet echt zo'n kleur trui. Dus dat is een leuke aanwisseling voor in mijn kast. En ja, hij heeft zo'n leuk kabelpatroontje. Echt super winters. En ja, gewoon heel erg blij mee. Super veel zin om deze te dragen. En dan heb ik ook nog een zwarte trui ontvangen. Gewoon een simpele zwarte trui. Ik ben alleen dus best wel bang dat deze trui super erg gaat kriebelen. Ik heb het nog niet uitgeprobeerd, dus daar kan ik nog geen mening over geven. Maar ik weet wel dat deze trui ook echt heel erg duur is op de website. En als ik zo de kwaliteit voel, dan weet ik niet of dat het helemaal waard is. Dus dat zeg ik wel heel eerlijk. Want volgens mij zit gewoon echt een zieke kriebeltrui en dat wil niemand. Dus ja. En dan als laatste heb ik nog een cool trui ontvangen. Love cool truien forever. En dat is deze grijze. En deze heb ik ook al aangehad. En deze is super chill, lekker warm. En gewoon altijd handig om in je kast te hebben, zo'n simpele trui. Dus ja, hier ben ik ook heel erg blij mee. En ik wil gewoon dat het koud wordt, want dan kan ik al deze truien aan. En daar word ik gewoon heel blij van. Dus Nederland, kom op, doe het. En dat waren alle items. Het is echt een ravage op mijn bed nu. Maar ik ben er in ieder geval echt super, super blij mee. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe vooral een duimpje omhoog als je het leuk vond. Check de beschrijving nog even voor alle items. En ja, dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En dan hoop ik dat ik jullie zie bij de volgende video. Doei doei!